Frank Scholten, en gaan we vragen jou over mini-mezels. Dankjewel. Goedemorgen, ik ben Frank Scholten. Ik ga inderdaad praten over mini-mezels. Dat is een tool die wij hebben ontwikkeld bij Container Solutions. Ik neem aan dat jullie wel bekend zijn met het fenomeen containers, orchestrators, misschien thema's. Mezels, Kubernetes, heb je misschien wel eens van gehoord. Er is nu een hele transitie gaande in het idee dat applicaties op containers draaien. En dat je dus ook allerlei software kunt gebruiken om je datacentra te automatiseren. En mezels is een van de spelers in dit hele ecosysteem. En ik ga je dus wat vertellen over hoe mezels werkt. En hoe mini-mezels, dus de tool die wij hebben gemaakt, werkt om daarmee te kunnen experimenteren op je laptop. Dit is het overzicht van een presentatie. Ik ga eerst dus even in op Apache Mezels zelf. Daarna gaan we het hebben over mini-mezels. Dan ga ik jullie een demo laten zien op een laptop. Dan ga ik nog even wat vertellen over de features van mini-mezels, wat je allemaal mee kunt. Dan ga ik praten over het ontwerp van mini-mezels en hoe we een aantal dingen hebben geïmplementeerd. En vervolgens ga ik praten over wat dan de toekomst is van wat we vervolgens met het project gaan doen en wat een aantal uitdagingen zijn en hoe die op willen gaan lossen. Ik zit trouwens ook op Twitter, als jullie ook willen tweeten en later kunnen chatten, dan kun je dat met die hashtag doen. Oké, wat is Apache Mezels? Het is een soort distributed systems kernel, dus je kunt het zien als een soort besturingssysteem voor meerdere machines, voor een cluster van machines. Dus je kunt je voorstellen dat je dus een groep machines hebt waar je mezels op installeert en dan kun je het zien als één grote computer. Dus je programmeert als het ware tegen een verzameling van resources, CPU, memory, disk enzovoort. Het is begonnen als een research project bij Berkeley. Benjamin Hitman heeft in zijn PhD thesis heeft hij dit systeem bedacht. En vervolgens heeft hij dat open sourced en nu is het al een aantal jaar een top-level Apache project. En het wordt ook nu gebruikt door een aantal grote bedrijven om op schaal datacentra te beheren. Nou, het idee van Mezels, wat ook al genoemd is in de originele paper, is dat je meerdere software stacks tegelijk op hetzelfde cluster kunt draaien. Dus in plaats van dat je bijvoorbeeld een Hadoop cluster hebt en een Kafka cluster en een ander cluster, kun je als het ware één Mezels cluster maken en daar vervolgens allerlei software op installeren. Waardoor je een soort uniforme manier hebt van installatie. Dus je cluster is gewoon een verzameling rekenkracht als het ware en daar kun je vervolgens alles mee doen. Hier is ook een blog van een collega van mij, van Phil, die heeft even beschreven waarom je Mezels zou kunnen gebruiken. Dus waarom je dus deze software Mezels kunt draaien. Nou, en een voordeel van Mezels is dat je dus in plaats van die meerdere clusters die als het ware los van elkaar moeten worden ingericht, het voordeel daarvan is dat je dus meer utilisatie hebt. Dus in plaats van dat je dus drie verschillende clusters hebt, waarvan de één de helft van de tijd niks staat te doen, heb je een wat kleiner cluster die continu wordt gebruikt. En dat die utilisatie levert dus gewoon geld op, omdat je dus minder machines kun je dus meer bereiken. Er zijn behoorlijk wat bedrijven die Mezels gebruiken. Het is echt groot geworden bij Twitter. Die hebben Mezels verder ontwikkeld en nieuwe frameworks gemaakt. Van Mezels, Airbnb gebruikt het, Netflix. Het groeit behoorlijk. Je kunt ook hier op die link daaronder zien, kun je alle organisaties zien die werken met Mezels. Dan ga ik nu even praten over de architectuur, dus hoe zit Mezels in elkaar. Zoals ik al zei, het basisidee zijn resources, dus CPU, disk en memory. En elke machine waarop Mezels is geïnstalleerd, dat noem je een agent. En die biedt als het ware zijn resources aan de master of aan een verzameling masters. Dus de Mezels master heeft gewoon overzicht van de hele cluster, die ziet gewoon hoeveel resources er beschikbaar zijn, hoeveel resources er in gebruik zijn.
Dus wat er is gebeurd is, elke paar seconden stuurt de agent een soort offer naar de master die zegt, op dit moment heb ik dit ter beschikking en dan vervolgens kan er iets worden gescheduled. Het is een iets uitgebreider plaatje, dus je ziet dus de master, de agent. Een ander concept is zookeeper, dat is, wordt gebruikt voor het coördineren van bepaalde processen. Bijvoorbeeld als je meerdere masters hebt in een cluster, dan kun je zookeeper gebruiken om te zorgen voor een veel over scenario. Ja. Does the master or selection of the master or standby, is that static or is it dynamic based on some distributed algorithm to pick it? So the failover is a dynamic process. So what you can do is you can configure several masters in a cluster, and then when you connect to Zookeeper, there is an algorithm that will take care of this. But you can already have a cluster with a single master. So you don't need, but it's optional. But Zookeeper will do the election to make a new master. Yeah. Een ander concept zijn frameworks. Frameworks zijn applicaties die draaien op Mesos. En die maken gebruik van de Mesos API om scheduling beslissingen te nemen. En binnen een framework heb je weer een concept, namelijk een scheduler. Dus dat is het stukje software wat bepaalt wat er moet worden gedraaid. En wat er moet gebeuren met de offers die beschikbaar zijn. En vervolgens is een executor is het daadwerkelijk programma wat daadwerkelijk op de agent actief is. En, dan heb je nog een onderscheid tussen taken en executors. En executors, dat zijn dan weer speciale taken binnen een framework. Ja, zoals ik al zei, een taak. Nou, een taak is in principe alles wat je kunt draaien op het cluster met een bepaalde lifecycle. Dus in Mesos heeft een standaard lifecycle met een stuk of 10 verschillende states. Bijvoorbeeld starting, staging, running, finished, stop, killed enzovoort. En je kunt op zichzelf bepalen wat een taak is. Dus een taak kan een proces zijn, een Nginx proces. Het kan een container zijn. Dat kan ook bijvoorbeeld een maintenance taak zijn. Die gewoon eventjes moet worden gedraaid elke nacht of zo. Maar je kunt dat zelf programmeren. Dus het concept van een taak is best wel vrij in Mesos. Maar zo ziet Mesos er dus uit. De UI van de master. Als je naar de master IP gaat, port 5050, dan zie je dus deze UI. Het is een vrij simpele UI. Je ziet dus een lijstje met actieve taken. Een aantal taken die al af zijn. En aan de linkerkant zie je dus verschillende resources en een aantal agents die actief zijn. Vervolgens zijn er nog een paar takjes en dan kun je kijken wat voor frameworks draaien. En welke resources erin gebruikt zijn. Vervolgens kun je ook nog voor een specifieke taak kun je verder kijken naar de logs. Dus elke taak heeft een zogenaamde sandbox. En dat is een stukje op het filesysteem, een folder waar alles in staat wat de taak nodig heeft. Dus dat zijn de standard error, standard out logs. Maar ook alle binaries die je eventueel nodig hebt. Dus als een taak wordt gestart in Mesos, dan kun je van tevoren ook een aantal binaries kopiëren naar die sandbox. En dan, als de taak wordt gestart, dan gebruikt hij die binaries om zo'n proces te draaien. En ook bijvoorbeeld configuratiebestanden. Dus alles, de taak is eigenlijk een beetje geïsoleerd op dit punt. Mesos heeft een behoorlijk aantal API's. En daarmee kun je dus de status van het cluster altijd benaderen. Dus je kunt bijvoorbeeld naar state.json gaan. Op de master dan krijg je dus een heel grote JSON bestand met alle taken, alle frameworks. Dat kun je vervolgens dan weer gaan parsen, dus daar kun je andere applicaties voor maken en zo. En er zijn nog meer API's, maar dit zijn de belangrijkste. En zowel de master, dus dat is echt op clusterniveau, maar je hebt ook de agents. Dat is alleen op de individuele agent kun je zien wat er daar aan draait. Dan gaan we even hebben over een framework. Een bekend framework gemaakt door Mesosphere is Marathon. Marathon is bedoeld om langdurig draaiende processen schedulen. Dus je moet je voorstellen een webserver of een andere service. En hoe Marathon werkt is eerst installeer je Marathon als framework en vervolgens kun je weer andere taken via Marathon op Mesos draaien.
mount er bijvoorbeeld voor, dat mocht dat, die service die jij geïnstalleerd hebt, mocht die falen, wordt die automatisch opgestart. Je kunt ook zorgen voor het opschalen van je service. Dus er zit een API op, je kunt zeggen, ik wil nu dat die service, dat er nu naar 3 machines wordt opgeschaald. Nou, er zitten allerlei API's op en placement constraints, dus je kunt ook zeggen, ik wil dat die alleen maar draait op nodes met dit bepaalde type. Dus je kunt ook verschillende attributen op je agents zetten. Van dit zijn bijvoorbeeld agents met een GPU of agents met extra veel disk space, wat dan ook. Dus er heeft heel veel opties. Nou, een ander framework is natuurlijk Mesos Elasticsearch. Daar hebben wij aangewerkt bij Container Solutions samen met Cisco. En ja, dit zorgt dus voor dat je dus Elasticsearch als een framework op Mesos kunt draaien. En vervolgens wordt dat weer gescheduled. Dus in plaats van dat je Elasticsearch los moet gaan installeren op machines, installeert als het ware 1 keer Mesos. En die gaat het dan vervolgens weer schedulen. Nou, het heeft ook een aantal features zoals het opschalen. Het heeft een web UI. En we hebben nog een nieuwtje dat de Cloud Native Computing Foundation die heeft aangekondigd dat wij resources kunnen gebruiken op een heel groot cluster om dit framework uit te testen. Dus daar gaan we binnenkort mee aan de slag. We gaan het framework echt op grote schaal draaien. Dan gaan we een aantal testen doen of het framework goed werkt. En eventueel gaan we daar even verbeteringen aan doen. Oké, dus ik heb nu even uitgelegd wat Apache Mesos is. Ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk is. En nu gaan we dus praten over Mini-Mesos. En dat is dus de tool die wij hebben gemaakt bij Container Solutions. Om te kunnen experimenteren met Mesos. En ik wil eerst even beginnen met een quote van Twitter. Dat lijkt me wel interessant observatie. Dat is namelijk dat elk Unix-commando wordt uiteindelijk een internetdienst. Dus nou ja, bijvoorbeeld ik heb ook Google, AirSync, Dropbox enzovoort. Dat zie je steeds vaker. Dus, alleen als je kijkt naar Mini-Mesos, is het eigenlijk precies tegenovergesteld. Dus we nemen een platform voor het draaien van internetdiensten en we maken daar een Unix-tool van. Dat gaan we precies tegenovergesteld doen. Dus, nou, wat is het? Het is een experimenteer tool voor Mesos. Het idee is, je wilt heel snel een Mesos cluster hebben op je laptop, zodat je gewoon kunt testen of de software die je maakt voor Mesos ook echt werkt. Nou, het heeft een CLI, dus het idee is dat het een soort Unix tool is. En het heeft op dit moment een Java API. En het draait compleet in Docker, waardoor het makkelijker is om het te distribueren. Dat je niet heel veel tijd kwijt bent om dingen te installeren. Je moet natuurlijk wel Docker hebben willen draaien. En het werkt ook gesponsord door Cisco, want wij hebben samen met Cisco hebben dus Mesos Elasticsearch framework gemaakt. En tijdens het werk hebben we hier die Mesos gemaakt. Dus we kwamen er gewoon achter dat het ontwikkelen van die gedistribueerde systemen is best wel complex. Weet je wel, je hebt ook te maken met, het orchestrates al mijn machines. Het werkt op mijn machine allemaal, maar op iemand anders de machine weer niet. En het is heel lastig om het te reproduceren. Dus we wilden iets hebben waarbij we gewoon snel dingen konden testen. Dat is één ding om bijvoorbeeld wat Java-code te maken voor een framework, maar dan weet je niet of het ook echt werkt. Dat willen we dus doen. En ons ontwikkelproces draagt ongeveer zo uit. We hadden dus een aantal frameworks aan de linkerkant die we gingen bouwen. Dus de hele ELK-stack. Je schreef wat code, dat werd gebouwd. Er komt een jar-file uit. Vervolgens wordt het deployed op een testcluster. Dan ga je naar dat cluster. Dan blijkt ineens dat iets niet werkt. Maar tegen die tijd ben je alweer 10, 15 minuten verder. Dus die hele feedback loop die is gewoon best wel lang. En daar willen we iets aan doen. Dus wat wij gedaan hebben is dat we dus Mini-Mesos als het ware al tijdens het ontwikkelproces in gaan zetten. En dat we dus die code lokaal eerst daar deployen, kijken of het werkt. En dan was daarna deployen het een keer op een netcluster. En daardoor krijg je gewoon een snellere feedback loop. Nou, dan ga ik jullie even wat vertellen over een aantal standaard features van de Mini-Mesos. Hoe het werkt is, misschien zijn jullie bekend met Vagrant. Dat is een tool die je kunt gebruiken om snel een virtual machine op te starten. Nou, Mini-Mesos is geïnspireerd aan Vagrant. Dus hoe het werkt is, je kunt zeggen init, dan genereert het een Mini-Mesos bestand in de huidige directory. Daar kun je vervolgens wat wijzigingen in doen.
En dan kun je zeggen, ik wil dat dit mijn cluster wordt. Vervolgens zeg je up. Nou, dan gaat hij even bezig, dan start hij dus een cluster. En zegt hij, het draait. Nou, dan kun je ook een aantal andere commando's doen. Dus dan kun je zeggen van, je kunt zien welke taken er allemaal draaien. Je kunt informatie over de cluster krijgen. Alle IP-adressen van alle endpoints. Je kunt de state file bekijken. Je kunt applicaties installeren op Marathon. Dus normaal gesproken moet je natuurlijk de Marathon endpoint gebruiken. Met bijvoorbeeld een curl commando. Maar nu kun je ook direct op deze manier iets installeren. Ja, dus dit hebben we gedaan om het gewoon makkelijk te maken, om even iets te testen. Ja, dit is de mini-message file. Er zijn een aantal properties in die geldt voor het hele cluster. Dus je kunt de cluster een naam geven. Je kunt het loggingniveau kun je globaal in gaan stellen. De versie. En de timeout. Dus mocht iets misgaan met de cluster, dan na 60 seconden zegt hij oké, het is niet goed gegaan. Stop je erbij. Maar vervolgens kun je dan in je mini-message file zeggen van hoeveel agents je wil. Dus dan maak je een soort blok, een agent blok. Kop je erin en dan zeg je hoeveel resources je wilt. Dit is dus heel handig geweest voor ons om te testen of de scheduling werkt van het framework. Want dan kunnen wij gewoon nagaan van als ik zoveel resources heb en ik vraag en ik wil dat zoveel wordt gescheduled, dan kunnen we gewoon nagaan of die dat goed gedaan heeft. Dus we kunnen hiermee gewoon een gedistribueerd systeem kunnen we testen op een laptop ook. Nou, dit is een klein stukje Java-code, dus hier kun je dus in een unit-test kun je ook een minimaal bestand inlezen. En dan wordt er een message cluster object in Java aangemaakt. En dan kun je met de unit test vervolgens allerlei testen er tegenaan doen. Dus kun je bijvoorbeeld testen hoeveel agents je hebt. Of je kunt een call doen op een van de endpoints. En dan kun je zien of de een bepaalde taak draait of niet. Nou, een ander appje dat wij hebben toegevoegd is Weavescope. En dat is een product van Weaveworks, waarmee je dus kunt zien wat voor containers te draaien op je systeem. Dus dan heb je een mooi overzichtje van hoe alle containers met elkaar werken. Dus dat is een app die wordt nu standaard. Die zit standaard in de mini-message file. Dan kun je gewoon even kijken hoe het eruit ziet. Maar daarbinnen draait dan weer Marathon en Mesos? Marathon is een van de containers die ook wordt opgestart. Als onderdeel van mini-messels. En dan als Marathon eenmaal draait, dan wordt er vervolgens Weavescope op geïnstalleerd. Dat is een van de apps. Oké, dan ga ik even een demo geven. Oké, ik heb dus een repo gemaakt in GitHub. Kun je later ook nog een keer kijken, dus heel thuis. En daar staat dus de presentatie in, dus deze slides. En er staan een aantal bestanden in. Nou, dan gaan we eerst even kijken naar het systeem. We draaien op dit moment nog geen blokcontainers, dus gewoon een lokaal systeem op dit moment. En dan, ik zal even de README openen, want dat staat in waar ik kan nog demonstreren. Ja, precies. Ik moet heel even updaten, want ik heb nog niet de laatste update. Ja, precies. Ik heb laten zien, het draait nog helemaal niks. En nu gaan we dus, wat we nu gaan doen, we hebben hier een mini-messages file. En nu gaan we mini-messages dus starten. Dus we zeggen mini-messages nu in debug up. En nu gaat hij dus de mini-messages file lezen. En vervolgens gaat hij een aantal containers draaien. En je kunt nu zien dat hij dus één voor één al die containers op gaat starten. Dus een agent. Ik heb hem geconfigureerd met 4 agents. Zookeeper, Master, Marathon enzovoort. Dus die is nu allemaal draaien. Ja, het duurt nog eventjes en dan boem, nu is hij er. Je kunt hier ook meteen met een info-command erachteraan. En dat print dus ook meteen alle endpoints. Ik kopieer nu even de master IP-adres. En daar is die. Nou, daar heb je hem dus. Dit is dus de message master UI. En je kunt al zien dat daar al meteen een aantal taakjes die zijn meteen al gedeployed. Even kijken. Nou, ik heb hem
Nou, dan kun je bijvoorbeeld kijken naar de state. Dus kun je zeggen minimum state. Dan komt hier dus een hele JSON-file achteraan. Dan kun je hier precies zien wat er allemaal eruit ziet. Hier is task running. Nou, vervolgens kan ik ook zien dat we dus wat voor taken we draaien via de ps-commando. Dus hier inderdaad Elasticsearch is al geïnstalleerd, Marathon is geïnstalleerd en vervolgens je kunt ook zien dat Elasticsearch en Weave zijn geïnstalleerd via Marathon. Want de linkerkolom is het framework en de tweede kolom zijn de taken. Ja. Nou, volgens. Nou, je kunt hier dus bijvoorbeeld kijken naar hoeveel resources er over zijn. Hier onderin kun je dus zien. Ik heb eerst al op 8 CPU's. Nou, dat heb ik natuurlijk niet. Maar je kunt gewoon zeggen: ik heb er zoveel. En dan snap mensen als: oké, ik doe net alsof je er zoveel hebt. En dan kun je zien: ik heb er nog 5.8 over. Dat is specifiek voor mini-messels of ook voor messels? Ja, ik draai natuurlijk gewoon messels op zich. Ja. Dus, maar het punt is dat je kunt gewoon zeggen van ik heb zoveel CPU's. En dat heeft op zich niks te maken met hoeveel je het daadwerkelijk hebt. Maar dat kun je gewoon veranderen. Want dit is puur bedoeld om te testen dat hij snapt dat hij op de juiste manier moet schedulen. Maar die opslagslaag zit dus alleen in mini-mesels en niet in normale mesels. Jawel, dat is ook een mesels. Ja, dat is ook een mesels. Nee, want op zich, wat mini-mesels doet, is het wrapt gewoon mesels met API eromheen en zeg maar wat gebruiksvriendelijkheid. Maar op zich is het gewoon puur mesels. Ja. Dus, even kijken. Ja, resources. Ja, oké, nu kunnen we kijken naar de frameworks. Dus hierboven zit een tapje frameworks. Maar kun je dus zien, zoals je al had gezien, dat Marathon en Elasticsearch draaien dus. Je kunt zien hoeveel CPU's ze hebben enzovoort. Als we daar klikken, dan krijg je hier dus Elasticsearch te zien. Je kunt ook de naam zien hier. En ook de web UI. Dus je kunt een framework configureren dat ook een web UI heeft. En dan wordt iets opgepikt hier in de UI. Nou, dan klik je daarop. Oké, dan ben je dus in de Elasticsearch web UI. Dus dit hoort niet bij Elasticsearch zelf, maar bij het Mesos Elasticsearch framework. Nou. Er draait één node in Elasticsearch. Dan kun je naar task gaan, dan kun je hem hier zien. En hier zie je dan weer die IP-adres van de taak van Elasticsearch zelf. Dus nu zit ik weer in Elasticsearch. Dus dit is echt. En ik kan nu bijvoorbeeld een search doen. Maar er zit natuurlijk niks in, dus dat gebeurt gewoon niet. Dus wat we even kunnen doen, we kunnen nu even een tweet gaan indexeren. Maar even laten zien hoe dat werkt. Kopieer ik even het IP-adres en het port. En dan post ik even een tweetje. Ja. Als ik dan een search doe. Search pretty. Ja, dan zit hij erin. Dus ik heb even een tweetje geïndexeerd. Oké. Nou, nu kan ik jullie ook laten zien hoe je dus het framework op kunt schalen. Dat kan hier bij scaling. Dan zeg je bijvoorbeeld, nou, ik wil nu drie nodes hebben, scale. Dan ga ik even terug naar de master weer. Even laten zien dat het werkt. Dus heb ik minimum zoals info. En dan kopieer ik weer het master, PFS. En dan zie je dat hij is opgeschaald. Nu heeft hij dus 3 executives draaien. En dat kunnen we ook zien hier. Als je nu een task gaat, dan zie je ook weer 3 taakjes. Dus nu is hij opgeschaald. Dan kan ik ook nog even laten zien dat het echt een cluster is. Dus dan kunnen we naar het node endpoint. Ja, dus hier heb je een node, Lifa. En dan veel weer een volgens mij. Ja, nog eentje, Robert Acosta, die een node. Dus ja, dus je kunt zien die nodes kunnen elkaar allemaal vinden, dat lijkt gewoon. Oké. Okay. Ja, dan kunnen we nog even naar de sandbox kijken. Dus in de master, hier zo. Dus je gaat naar hier, naar de sandbox. En dan zie je hier dus wat er in een Elasticsearch, wat er nodig is voor een Elasticsearch task. Want wat hij gedaan heeft, vlak voor het begin
heeft hij Elasticsearch daadwerkelijk opgehaald van internet. Dus in dit geval versie 2.2.0. Die heeft hij geunzipt. En vervolgens wordt het proces gestart. En dan wordt er dus een standard error en standard out file wordt er dus rechtgeschreven in die sandbox. Dus dan kun je zien, kun je gewoon gaan kijken wat er gebeurt. Nou, dan krijg je dus dit. Dus dan zie je dus, het eerste stukje logging is van Mesos zelf. Dus de Mesos containerizer die executeert het proces. En vervolgens krijg je alle logging van Elasticsearch. Oké. Okay. Ik kan nog even kijken naar Weavescope. Nou, dit is Weavescope. Hier zie je dus hoe alles aan elkaar hangt. En je ziet de mini-message container zelf. Zie je, dus, je ziet hier de agent, die drie verschillende en vier agents zelfs. Marathon, Mesos, Master, Zookeeper. Dat kun je allemaal zien. En Elasticsearch draait niet in containers, het draait gewoon als normale Java code, zeg maar. Dus daarom zie je dat hij niet in Weavescope, omdat het in de agent container zit. Dus dat kun je niet zien. Nou, dan laat ik je nog even de mini-message files zelf zien. Dus hier is de mini-message file. Ik heb het cluster genoemd NLDBG Elasticsearch. Het is message versie 1.0.0. Dat is ook nog iets wat je aan kan passen, want wij hebben een ander projectje op GitHub, mini-message docker. Dat zijn alle docker files voor mini-message. En dat doen we dan, als er weer een nieuwe message uitkomt, maken we daar weer nieuwe versies van. Dus dan kun je weer met een nieuwe versie testen. Ja, en hier zie je dus een agent. Ik heb er vier gedefinieerd. Volgens mij, ja, met twee CPU's per stuk en een port range enzovoort. Marathon, ja, dit wil ik ook nog even laten zien. Een feature die ik heb gemaakt in mini-message is dat je dus appjes standaard al kunt installeren. Dus dan maak je een app-blok, hier zo, en die verwijst dan naar een Marathon file. En dan bij startup wordt het meteen geïnstalleerd. Ik zal je even laten zien hoe dat eruit ziet. Dus ES.json, dit is een Marathon definitie file, dit is gewoon een stukje JSON wat aangeeft hoe de taak gaat heten, wat voor container het is, enzovoort. Ja, dus dit is Marathon, even kijken. Ik kan ook nog even dit laten zien, dit is een intern mini-message folder, dit wordt aangemaakt als je in een directory zit, ik zeg mini-message up. Dan schrijft hij in deze folder schrijft hij allerlei dingen weg. Dus bijvoorbeeld dit ID van het cluster, dat kan ik even laten zien. Dus dit getal. En dat correspondeert ook met de naam van de containers. Dus dat is hierin verwerkt, zodat we ze altijd weer terug kunnen vinden. Want iedere keer als wij een destroy willen doen, dan kijken we gewoon welke containers we draaien. En dan pakken we die ID en dan kunnen we gewoon zien wat er allemaal draait. Nou, dus dat was het overview van mini-messels. Dus nu kunnen we het weer destroyen. Dan zeg maar mini-messels destroy. Frank. Ja. Hey. If you wanted to use NSpawn or Rocket instead of Docker, is it supported or is it something you have to add yourself? It's not yet supported, but we did clear the code in a way that it will be possible to sort of switch implementations, and it's something I'm considering. Maybe running it on Rocket because. One of the things with Docker is it communicates via the Unix socket to the daemon. And I think this takes some time to get things started. And I think if you use Rocket, it will probably spawn up faster. So I'm considering maybe switching at some point. Yeah. Nou, nu is hij kapot. Nou, hier is dus niks meer in de slag. Dus dat was een demo. En je kunt ook online het ook naar buiten proberen. Er is een omgeving van Katakoda, dat is een online leeromgeving voor allerlei nieuwe technologie. Dus je kunt Katakoda gaan en dan kun je zeggen ik wil Docker leren, ik wil Mesos leren, Kubernetes leren. En wij hebben dus ook een omgeving daar. En die wordt gehost, je kunt naar minimesos.org/try en die forward je dan naar die omgeving. En dan kun je dus in de browser even wat uitproberen met minimesos. Het gaat niet goed te werken met adblockers, dus dat is een ding waar je rekening mee moet houden. Nou, als je het mini-message wil installeren, dan hebben we een shell scriptje daarvoor. En in het begin duurt het een paar minuten omdat je dus het docker-images op moet halen, maar als je die eenmaal hebt, dan gaat het.
vrij snel heb in het afstand. Dus, welke distributies? Nou, maakt in principe niet uit. Hoewel het werkt niet met Fedora. Gek genoeg. En dat heeft te maken met de Docker-versie Fedora. Dat werkt niet helemaal lekker met de standaard Docker-versie. Maar in principe moet het niet zo heel veel uitmaken. Zolang je gewoon Docker hebt, dan werkt het al. Nou, als je het nog een keer na wil kijken, ik heb op GitHub ook een repo gemaakt die ik heb gebruikt. Zal er dan op. Nou, nu wil ik het even hebben over het ontwerp van minimesels en hoe we dingen hebben gebouwd. En eerst ga ik even praten over mesels zelf. Dus mesels zelf is geschreven in C++ en het werkt met een actormodel. Dus de draaien als het ware, in mesel draaien allerlei processen die berichten naar elkaar kunnen sturen. En die zorgen gezamenlijk voor alle features die mesels heeft, zoals data collection en het communiceren over resources. En al die communicatie gebeurt via protocol buffers van Google. Nou, ik heb ook nog een blog geschreven over hoe dat werkt met protocol buffers. Dat is echt een groot onderdeel van hoe mensen zich intern in elkaar zitten. Een ander ding, het maakt ook gebruik van C-groups voor het isoleren van resources. En dan kan het bijvoorbeeld, als een taak buiten zijn boekje gaat qua resources, kan die worden gekilled. En dat is ook configureerbaar, dus dat kun je zelf bepalen of je dat wil. Nou, heel veel componenten zijn pluggable, dus je kunt tegenwoordig modules maken voor mesels, nieuwe isolators, andere soort modules. Maar dan moet je natuurlijk wel C++ programmeren om echt in die kern van mesels te zitten. Nou, mini-mesel, zoals ik al zei, is gebaseerd op Vagrant, het idee van Vagrant. Dus, en je kunt het eigenlijk meer zien als een soort mashup van open source software. Dus we gebruiken mesels, we maken daar Docker mesels. Vervolgens hebben we wat Java-code, Groovy-code. En dat wordt dan mini-messels. En hier is een plaatje over van de architectuur. Dus we hebben dus een aantal images gemaakt van de master, van de agents, zoekieker, marathon, waar al images van. Nou, vervolgens hebben we dan een soort kernstuk geschreven in Java, wat is gebruik maakt van de Docker Java API. Dat is ook een apart project op GitHub. Die communiceert dan met de Docker daemon om dus die containers te starten. Daar hebben we nog wat extra code om bijvoorbeeld asynchrone processen te kunnen in de gaten te kunnen houden. Wij moeten bijvoorbeeld wachten tot de master is opgestart en dan pas gaan we iets doen. Dus daar hebben we Awaitility voor gebruikt, dat is ook een tooltje. Unirest is een client voor om te communiceren met endpoints. Dus als wij iets willen deployen op Marathon, dan gaat het met endpoint. Nou, en zodoende. Verder hebben we nog J-commander gebruikt voor de CLI code. Een aantal beperkingen van mini-messages is dat op het gebied van networking zijn een aantal dingen niet helemaal mogelijk. Want wat we namelijk doen is, we zorgen ervoor dat de agents die draaien als Docker containers. Maar die moeten vervolgens zelf ook nog weer een container kunnen starten. Nou, dat is natuurlijk lastig. Dus wat we dan doen, dan gebruiken we de socket die op de host draait. Maar ja, als je dan een container draait, dan draait die container niet genest in de agent, maar dan draait hij er eigenlijk naast. Dus dat zorgt er dus voor dat als je een poort gebruikt die eigenlijk voor de agent is bedoeld, dat die niet overeen komen. Dus dat is een soort glitch. En verder is het ook nog zo dat als je vanuit een minimale container die als root draait, iets wegschrijft op de host, dan schrijf je dus als root in plaats van als de user. En dat hebben we nu opgelost door dus de permissie te veranderen na het wegschrijven. Maar dat is natuurlijk niet ideaal. Nou, als je een mesels cluster wil maken, dus gewoon echt mesels cluster, dan kun je ook onze Terraform module gebruiken. En dat is een soort command line tool waar je op verschillende clouds een software kunt installeren. Dus we hebben Terraform mesels die werkt op Google Compute Engine. Dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ik wil 6 nodes. En dan maakt hij ze allemaal aan. En deze blogpost laat zien hoe dat werkt. Of je kunt natuurlijk gewoon mini-messels gebruiken in het klein. Oké, nu ga ik het even hebben over wat we in de toekomst allemaal gaan doen, wat we van plannen hebben. Een belangrijk ding is het idee van een IP-adres per taak. Dat is wel interessant. Dus nu is het zo dat, wat je laat zien in Elasticsearch, is dat Elasticsearch draait op een message agent en maakt gebruik van een heel hoge poort, een soort random poort binnen een bepaalde range, dus 31.000 nog over. Maar wat eigenlijk veel beter is als die taak gewoon zijn eigen IP-adres krijgt, zijn eigen netwerk stack, zijn eigen
virtual Ethernet device. En dan heb je dus niet meer een portconflict en dan kun je ook gewoon de standaard poort gebruiken van je applicatie. Want er zijn zelfs applicaties die moeten gewoon een bepaalde poort gebruiken, anders doen ze het gewoon niet. Hoe we dit kunnen doen is met een container networking interface. Dus dat is een soort standaardisatie. Project. Dat is gestart op CoreOS. En het wordt gebruikt door een aantal projecten, dus onder andere door Mesos, Kubernetes, Rocket. En het werkt met een plugin systeem. Dus het idee is dat je systeem configureert volgens CNI. En dan vervolgens installeer je een van die plugins en dan kun je dus een netwerk maken. Dus je kunt bijvoorbeeld Weave of Project Calico gebruiken als plugin. En dan heb je een netwerk. Dat is allemaal geschreven in Go. En hoe het dus bijvoorbeeld werkt, is je moet dan in dit geval moet je de message agent configureren met een aantal parameters. Dus je moet zeggen, hier staat mijn configuratie, hier staat mijn plugins. Vervolgens dan installeer je plugins, installeer je configuratie. En dan moet je ook nog tegen message zeggen, als ik een taak lanceer, gebruik dan dit netwerk of gebruik dan je eigen IP-adres. Nou, daar zijn we nu mee bezig. Dus ik heb wat experimentjes gedaan, het werkt op zich al wel. Dat mijn taakjes zeg maar een apart IP-adres krijgen. Dus dat is wel interessant. Een ander ding waar ik ook mee geëxperimenteerd heb, is service discovery. Want je hebt al gezien in die demo dat ik iedere keer het IP-adres moet copy-pasten. Maar dat wordt een beetje irritant. Dus wat mij wel heel gaaf lijkt, is als je dus multicast DNS kunt gebruiken om vanaf de terminal of vanaf de browser direct naar je taakjes te kunnen gaan. Dus dat iedere keer als een taak wordt gelanceerd, wordt die geregistreerd bij Avai of Bonjour. En dan kun je bijvoorbeeld direct naar de master communiceren, zonder dat je die IP-adres hoeft te weten. Dat lijkt me wel heel mooi. Daar heb ik ook al een experimentje mee gedaan, dat werkt op zich wel. Dus dat is ook interessant. Nou ja, ik ben dus een beetje aan het kijken naar verschillende technologieën. Dus je hebt natuurlijk layer 2, layer 3 technologieën. Je kunt gebruik maken van bridges, fan networking, Weavenet is een overlay netwerk. Maar ook bijvoorbeeld layer 3 technologieën werken echt met routing. Maar dat is ook wel wat ingewikkeld. Dan heb je meerdere componenten nodig om dat allemaal te installeren. Dus ik moet dus een manier zien te vinden om dat allemaal op die message agent container te draaien. Dus het is wel complex. En als je heel veel weet van dit soort onderwerpen, dan lijkt me leuk om even te praten erover. Want dat kan wel interessant zijn. Dus, nou, als je het interessant vindt en als je een bug hebt gevonden, wat dan ook, dan kun je het gewoon opgeven. Je kunt gewoon een pull request maken. En je wordt automatisch gebouwd. Dus er was laatst ook weer iemand die had iets gemaakt. Het werd al automatisch gebouwd, dus ik zag, het ziet er goed uit. Heb ik meteen ingemutcht. Dus dat lijkt me goed. Dus ik hoop dat jullie het interessant vinden. En mocht je iets meer over weten, dan kun je via deze kanalen contact nemen. Dus Container Solutions. Minimesels website, Twitter. We hebben nu ook een Slack channel trouwens. Dus gisteren aangemaakt. Dus bedankt. Ja? Nou, we hebben ongeveer nog 5 handjes voor wat vragen. Als die er zijn, een paar vragen. Just a question, 2 questions if you don't mind. Yes. Is, maybe it's probably something I lost in the Dutch, so I apologize. But is the Minimesos intended actually for prod or just for testing clusters? No, Minimesos is designed for testing. Just for testing? It's not for prod. Right. So if you were to do it in prod, you would set it up classically. Yeah, exactly. Yeah. And the other question is, if at the end, perhaps you can you speak a little bit about the scheduler in Mesos a little bit? Okay, so the way Mesos works, it's like it's two level scheduling. Right. So it means that first the agents offer their resources to the master, but then the actual frameworks decide what to do with it. So first the master gets the resources, sends them to the frameworks, and then they get to decide what to do. I guess what I was really kind of wondering is topologically, like architecturally, is the scheduler something that you can use easily somewhere else, or is it very deep integrated into Mesos? Yeah, it's very integrated. It's not really a separate component. No, it's really part of the whole system. Yeah. It's also in C++. Yeah. Thank you, Val. Okay. Good.
De Terraform, dat is ook een woord van de Google Cloud Engine, or does it also work on Amazon and all those things? Terraform is designed for multiple cloud providers, but our Terraform module only works for Google Compute Engine. But there's also other code. We have some other code as well for Amazon. Okay, any more questions? Maybe I have one question. There were some issues with Zookeeper, that it's not difficult to replace a node or add nodes. Has that been solved? It's the sort of Zookeeper is not in the development anymore. Yeah, that's one I've heard as well. Yeah, I think Mesos uses a specific version, and it seems that they don't use a newer version anymore. Is it true that people are not working on Zookeeper anymore? That's what I've heard. That there's a certain version, and beyond that, they haven't. Oh, fantastic.